ik naar Hardware Woensdag. Nou jongens, lead the way. Okay. We beginnen simpel, we beginnen met een Nikon D90. Welke uitvoering wordt het, jongens? Ik zie er een paar. Die gaan we even bespreken. De Nikon D90, het is een hele mooie camera. Ik denk dat Nikon natuurlijk een hele grote naam is ook. Deze camera staat iets beter aangeschreven. Een dikke knakker. Canon, ja, maar er zit ook een hele mooie lens op hier standaard bij. En dat is natuurlijk een beetje de truc. Je hebt hier heleboel soort van aanbiedingen. En eigenlijk wordt de prijs van een camera voor een groot gedeelte bepaald door de lens die erop zit. Een beetje lens kost zo 5, 6, 700 euro. Geen probleem. Om even aan te geven dat een camera van 1000 euro, als je alleen maar de body hebt, dan ben je er nog niet. Nou, de Canon D90, ik moet je eerst zeggen, verder technisch gezien weet ik er blabberd bij. Ik weet wel dat ze hier drie soorten lens, verkopen die met drie soorten lens. Alleen de body is 119.000 yen, wat overeenkomt met een bedrag van ongeveer 700 euro. Nou, ik weet... Iets meer dan 750 euro. Ik weet dat hij in Nederland goedkoper is. Dat is iets wat ik heel vreemd vind. Nou, sterker nog, het is zelfs 840. 840 euro, nou dat is duur. Het grappige is, ik heb namelijk net eventjes online gezocht. En ik zat even bij pakken. Ik heb een briefje. Voorbereidingen. Ik heb voorbereid. Professionals. Heel erg goed. De Nikon D90, moet ik wel zeggen, Nikon met een 1705 lens. En zeg, wat is deze? Dat is deze aanbieding. Die kost in Nederland 1036 euro, inclusief BTW. Die kost hier 169.000 yen. Ja, daar ga je er flink overheen al. Ja, toch? Ja. Het is gewoon veel duurder hier dan in Nederland. Doe maar 17 keer 69. 17 keer 69. Vasco, jij bent een technische jackelprogrammeur. Ja, maar dat doe ik dus, dat ik niet hoef te rekenen. 10 keer 69 is 609. 1190. Nou, dat is dus gewoon duidelijk. Ja, dat is gewoon duur. Het is gewoon duurder dan bij ons. Dus dat is gewoon niet interessant om hier te kopen. Dat heeft niet, ja. Nou, wat ook nog een ding is, er gaat hier wel wat nog vanaf omdat je de BTW eraf kan trekken omdat je toerist bent. Maar die BTW is in Nederland 20%. En die is hier, hey jongens, kijk eens. BTW is bij ons dus 20% hier, of 19%. Hier is BTW iets van 5%. Dus je krijgt maar weinig terug dan in Nederland. BTW terugvragen op zo'n bedrag is toch maar 200 euro. Dus dat betekent dat je in Nederland een camera van 800 euro hebt die je hier voor pak een beet 1100 euro. Is het dan zeg maar te vroeg in het item om de vraag te stellen, is het überhaupt wel interessant om hier een camera te kopen van deze kwaliteit? Ja, nou ik denk dat dat niet interessant is en dat vind ik raar, want vorig jaar hebben we toch wel echt honderden euro's minder betaald. Ja, maar dat is een andere prijsklasse, hè? Kijk, is dat ik heb gekeken online, een beetje gezocht naar wat is nou een camera kopen, wat kan ik dat beter in Japan doen of kan ik dat beter? En daar was het antwoord dat voor die digitale compactcamera's, dus die G9, soort van dat soort cameraatjes, dat het daar niet zo gek voor uitmaakt, maar voor de DSLR zou dat wel heel veel uitmaakt. Maar dat kijk, dus nu gewoon helemaal. Nee, weet je wat de grap is? Kijk, wij zijn hier bij de mediamarkt van in Tokio, weet je. Ik vergelijk dat nu met de prijzen die je op internet ziet in Nederland. Ja. Weet je, met echt gasten die waarschijnlijk maar een tientje marge maken op zo'n camera. Dus weet je, als je in Nederland naar de mediamarkt gaat, betaal je ook niet de 1500 euro voor de camera. Dat is waar, ja. Ik denk dat niet helemaal eerlijk is. Het is sowieso jammer dat we eigenlijk, want er is net een soort nieuw soort camera aangekondigd eigenlijk. Het is de Micro 3-4 of zoiets. En die houdt een beetje in het midden tussen, kijk wat het ding is, kijk, dit ding is groot en dik, weet je wel. En dat komt omdat dat is een spiegelreflex ding, dat zit dus nog, dat wordt gespiegeld en dat wordt, vraag me niet hoe het gespiegeld is. Reflex, dat shit. En, maar die nieuwe soort van standaard die is aangekondigd, en die heeft dat spiegelreflex shit niet. Ik weet het ook niet. Even voor de samenvatting voor de leek zoals ik, die hebben de kwaliteit van spiegelreflex, maar het formaat van de digitale compacte camera's. Ja, ze zijn iets groter dan de compacte camera's, maar inderdaad, dat is een beetje, daar komt een beetje meer. En de prijs zit ook een stuk lager. En die zijn dus, de eerste is de, ik geloof de X1 van...
Panasonic, meen ik. De X heeft de X1 aangekomen, maar die komt pas eind oktober uit. Dus ook die missen we. Daar, heel jammer. Daar hebben we niks aan. Maar in ieder geval, dat was dus de Canon of de Nikon D90. Was dit de vetste van de camera's die je op het oog hebt? Ja, ik denk het wel. Maar... Dus als de vetste van de camera's hier... Nou, laten we even doorlopen. Laten we even doorlopen. Laten we de allervetste camera laten zien. Nee. Jawel, die is vet. Oeh. Dus dit is namelijk... Is dit de allervetste? Nou, of nee, sorry. Nee, dat is de allervetste. Dit is de EOS 5D Mark II. Die is ook net uit. De Mark II, dat klinkt ook echt... Dat is zeg maar een soort van straaljager terminologie. Dat klinkt snel en goed. Wat deze camera dus doet, wat hem dus zo ongelooflijk vet maakt... is dat je met deze camera kan je gewoon 1080p filmpjes opnemen. Waarom vind je dat niet interessant? Nee. Ik vind het wel interessant. Deze camera is dus zeg maar... als je een 1080p filmcamera wil hebben, betaal je daar rond de 5000 euro voor. Deze camera is in Nederland, de body alleen, 2300 euro. En 2300 euro. En hij kost hier, de body alleen? De body alleen die was 251.000 yen. Dus die is wel weer een stukje goedkoper. Zeg 17,5. Ja, dat scheelt dus. Dus dat scheelt wel eens, weet je, rustig 600 euro. Dus ja. Dat is dan wel interessant. Dus eigenlijk zou je die moeten kopen. Maar kijk, laat ik eerlijk zijn. 17,5, dat zit onder je budget. Je hebt 2000. Heb je geen lens bij? Nee. Ja, maar dat is het ding, zo'n lens kost dus ook een paar honderd. Maar laten we even doorgaan, want je vroeg me net, is die Nikon D90 de camera die ik wil? En ik... Is dat de beste van de drie die je op het oog had? Ja, de beste kwaliteit. Bodies wel, ja, qua bodies wel. Maar ik heb bijvoorbeeld een Canon gezien, waarvan de body iets goedkoper is, maar waar een hele dure lens op zit, die in combinatie goedkoper is dan die Nikon D90. Nou. Dus laten we daar even naar kijken. Oké. De Canon EOS KISS X2 heet die eigenlijk. Bij ons de 450D. Het is de opvolger van de 40D. Is het niet de D40? Nee, de 40D. Canon D90. Canon Nikon D90. En deze de 40D. Volgens mij, ja. Dat weet ik vrij zeker. Anyway. Dit is op zich een mooie camera. Het is een nieuw model. Ze zeggen qua de grootste review vergelijkingssites. Die zeggen dat deze zelfs ietsje beter is qua kwaliteit dan de 40D. Wat net iets professioneler in lijn is. Je kunt het niet helemaal met elkaar vergelijken. Maar zij vonden de kwaliteit zo goed ervan dat het, dat het een aanrader werd. Ja, ik zal even laten zien. Je kunt er gewoon een foto van maken. Niet. Ja, serieus. Ik laat zien. Hij staat ook. Ik zou hem nu kopen. Je ziet er ook echt professioneel uit. Ik bedoel, daar zou je het voor gewoon kunnen doen wat dat betreft. Zie je hem gaan? Boris wordt echt in één keer zo'n loesje paparazzi van de privé op de story. Dit is een post. Kijk, nou, hij maakt een mooie fout. Je ziet het eigenlijk al gelijk. Maar die lens die er... Wow. Ja, het is mooi hè? Ja, dat is niet mis. Die lens die erop zit, die is niet zo heel erg indrukwekkend. Die je er standaard bij krijgt. Ja, ik ben niet zo heel erg van de zoomlens. Ik wil liever een mooie wide angle lens. Okay. Nou, ik had geïnformeerd, wat kost een beetje een mooie wide angle lens? Samen met deze body was ik 142.000 kwijt. Wat overeenkomt met, wat hadden we bedacht, 1100 euro. Ja, zoiets. Dus duizenden. Net iets minder. Net iets minder. En weet je wat het ook is? Ik vind het, we hadden het over die RAW-formaten net. Elk merk heeft eigenlijk zijn eigen manier van RAW-formaten opslaan. Ik vind het Canon RAW-formaat, het CRW-formaat, vind ik erg goed. Ik kan er veel mee, dat zie ik ook met die G9, ook een Canon camera. Vind je beter dan het Nikon RAW-formaat? Ja, vind ik beter. Maar er zit een verschil. Ik wist dat je dat ging zeggen. Ik ga er gewoon geen antwoord op geven. Ik weet het, beter ik veel. Dat is gewoon voor als je het weet, dan hoef ik het niet. Nee, maar een heel belangrijk antwoord daarmee is dat ik gewend ben aan het Canon RAW formaat. Precies wat voor instellingen je er wat mooi vindt. Het punt is dat het een gevoelskwestie is, die camera, en jij wil gewoon een Canon hebben. Nou, eigenlijk wel. Ik heb al een Canon, ik ben ontzettend tevreden met Canon. Er is een reden dat Canon even, helemaal de compacte camera's, is Canon volgens mij nog steeds onbetwist marktleider. Dus wat dat betreft, daar is ook een reden voor natuurlijk. Ja, wat ook is, het is ik ben het menu gewend van Canon, ik ben de manier gewend van
van hoe je de, hoe de instellingen van de camera, wat dat betreft die G9 die ik heb, die is best wel advanced met wat je kunt doen met belichting en de shutter speed en dat soort dingen. Ja, dat werkt hier gewoon precies hetzelfde, dus dat ken ik al, vind ik tof. Bij Nikon moet ik dat opnieuw leren, dus ja, dat vind ik wel een reden om dat dus niet te doen. Nou ja, dat is dus die Canon 54D of wat. Okay, maar is die menustructuur van die compact, is dat hetzelfde als van die DSLR? Of is dat, ja, hetzelfde. Er zijn sommige dingen zijn uitgebreider hier, moet ik zeggen, maar die G9 is qua menu behoorlijk uitgebreid. Je kunt er heel veel verschillende dingen mee doen. En, ja, dat maar heeft dit nou echt een hele grote meerwaarde voorbij die G9, zeg maar? Kijk, wat het ding met die camera's is, en dat is bijvoorbeeld de fout die vaak gemaakt wordt, is dat mensen kijken naar megapixels. En megapixels zeggen eigenlijk heel weinig. Het gaat om die sensor die erin zit. Die sensor die bepaalt hoe goed je foto wordt. Hoe groter die sensor, hoe beter. En wat dus een ding is, dat mensen die zien 14 megapixels en die zien de andere camera die is 10 megapixels. En die denken, ik moet die van 14 megapixels hebben. Mensen zoals ik. Mensen zoals jij. Het ding is alleen, dat in die camera's zitten ongeveer dezelfde sensor. En die compactcamera zit allemaal ongeveer even groot. En die 14 megapixel, is dus zeg maar, die sensor heeft minder zeg maar, oppervlakte per pixel. Waar dus gewoon, kwalitatief gezien, is die foto gewoon een stuk minder. Dus je wil eigenlijk, 10 megapixel is meer dan genoeg voor... Nou, het gaat om de sensor. Bijna de grap is, hier zit een hele vette sensor in. Ja, maar een hele, hele dikke sensor. Maar de gemiddelde sensor van een DSLR Maar de body van de Nikon, die we net zagen, de D90, is beter, komt beter uit de test dan van deze camera. Het enige ding is, het is namelijk niet alleen de sensor, het is ook de lens. Ja, natuurlijk. Ja, en de Canon lenzen zijn ietsje goedkoper dan die Nikon lenzen. Nikon is wat dat betreft een meer professionele camera. Daar schiet mijn kennis ook weer tekort. Wat ik dan vervolgens heb, is dat ik niet genoeg weet van lenzen om nu hier zomaar even te zeggen van nou, deze lens van 600 euro is precies wat ik weet veel. Ik wil een mooie wide angle lens wil ik erop hebben. En ik weet het gewoon niet. En je wil gewoon genoeg geld uitgeven. Nou, dat mag wat kosten natuurlijk. Want, dan is het goed. Dan is het wel kosten. Want die 1000 euro die is beter dan die 600 euro. Dat is gewoon... Nee, maar dat is gewoon... Kijk, dit ding... Jongens, ik grijp even in, maar dat wordt een enorm lang verhaal. Je hebt er twee laten zien. Ja. Tot nu toe ga je dus eerder voor deze Canon dan voor die Nikon van net. Weet je wat? Dit is mijn keuze. Die D90 en die Canon. Dat meer hoef ik niet. Maar welke ga je kiezen van die twee? Ga je iets kiezen? Wat kostte de D90 ook weer? Ik ga heel even kijken. Oh god, jongens, ik grijp even in, want het wordt een beetje te lang. Te lang. Je hebt twee camera's laten zien. Ja. Vasco, je had ook iets op het oog. Ja, die zijn daar bij de. Nu ga je dus naar de goedkope sectie of de goedkopere sectie. Dit zijn de compactcamera's. Dit is een beetje de alles in één dingetjes. En één van de camera's die doet hier. Dit is de Panasonic Lumix. Dit is de LX3. Ik ga even naast staan. Ja. En dit is vergelijkbaar met die G9 die behoren. Maar wat is Lumix? Ik heb dan nog nooit Lumix is Panasonic. Dus het is een Panasonic Lumix. Dus, het is jammer, dat is een sample, dus die doet niks verder. Maar dat is een beetje jammer. Maar waarom is het vergelijkbaar? Want ik vind het toch wel een veel vettere camera. Ja, omdat hij groter is. Maar hij is belangrijker ook. Ja. Ik vind dat een heel belangrijk. Een camera moet belangrijkheid uitstralen. Als die in het zwart is, dan verschilt het toch niet zoveel. Jawel, nee, hij is kuttig klein. Hou ze even bij elkaar. Het scheelt wat. Wat scheelt het? Het scheelt gewoon de helft in belangrijkheid. Ja, dat betekent deze is nieuwer, die is een jaar ouder. Dus dat is zeg maar dezelfde kwaliteit camera, alleen een nieuwe en kleiner. Het ding is in ieder geval dat deze... In principe is het gewoon heel erg vergelijkbaar met die G9. Je kan leuke foto's mee maken. Deze is echt net nieuw, hè? Deze is redelijk nieuw. September geloof ik is hij uitgekomen. Dat is echt een nieuwe camera. In de tests die ik heb gelezen komt hij er net iets over die G9 heen. Het ding vooral wat deze beter maakt dan die G9 is die op hoge ISO-waarde. Dus dat betekent dat het lichtgevoeliger lichtgevoeliger, dat is een beetje lastig om het allemaal uit te leggen, maar dat Wikipedia komt er allemaal uit. Geeft hij minder ruis dan die G9? Dus op de hoge ISO. Minder ruis? Hij heeft nog nooit geruis. Nee, maar hoe vaak doe je op hoge ISO-waarde? Regelmatig.
Ik stel dat ik al een flinke half pizza waardes te pakken. Maar even zin. Maar waarom? Het is een klein kutcameraatje. Ja, maar echt, Boris. We hebben het over van die grote, zo'n Jetson met zo'n led. Okay. Daar heb jij het over, Boris. Maar dat ja. Heb ik niet al. Oké, maar jij waarom heb je dan niet deze roze? Die is nog veel gamer. Dude. Nee, serieus. Ik bedoel, ik snap dat jij een hele hoop water van. Jij bent echt gewoon, jij denkt echt gewoon van een grotere camera is beter. Ja. Dit is gewoon een hele vette digitale camera. Dat is echt een heel tof ding. Waar je professioneel mee hoog over kan opeens weet jij de verstand. Ik heb hier net met Pasco gestaan. Het is geen demo, jij doet het niet uit. Nee, oké, okay, ja, nee. We hebben even al die shit gecheckt. Ik vind deze roze mooi. En het is gewoon een leuke roze. Ik vind het roze. Ik zou mooi. Kleurt ook mooi bij mijn lichaam. Hij kost 60.000 yen, dat is. Boris? 400 euro. 60.000 yen, wat is het? 6 keer 7, 42. 400 euro. Pak een beetje 400 euro. Jij gaat 400 euro uitgeven voor deze shit. Dit is een behoorlijke stap boven de standaard kleine, compacte digitale camera. Als koop je nou de compacte camera. Met Jans, gaan jullie lekker over je kleine cameraatjes praten. Dan ga ik even nog een keer naar je grote lens kijken. Dan heb ik straks zo'n lens. Hè? Zo dik ook. Vuistdik. We zijn er nog niet uit. Pasco, we zijn er nog lang niet uit. Maar we zijn hier nog een paar dagen. Eén ding is duidelijk. Je lult er wel makkelijk overheen, maar je bent uiteindelijk geëindigd bij een andere camera. Ja, ik zie de toch D90 van Nikon. Nou, die heb ik je als eerste laten. Dat was mijn eerste keuze. Ja, die was verderop, toch? Daar. Nee, was die. Ah, oké. Okay. Dus ik zat toch... Gelijk allemaal op elkaar die soorten. Ja, het komt omdat de D90 wordt geleverd met een mooie lens. Dus die vuistdikke, weet je wel, waar het net al van. Het is gewoon een iets mooiere lens dan waar die Canon mee geleverd wordt. En ik weet het niet. Ik moet zeggen, we hebben twee foto's gemaakt. Eentje met mijn G9, eentje met die D90. Ah, dat is die D90 was iets. Ja, dat is geen ding. Ja. Ah, ja. Nou, is er natuurlijk. En eigenlijk wat je ziet is dat deze het nog verrassend goed doet, die G9. Ja, het is. Nou ja, weet je, wat zo'n DSLR interessant maakt, is de verwisselbare lenzen. Wat tof is, weet je, maar tenzij je zeg maar één lens hebt en het daarbij houdt, maakt het ook niet meer interessant. Nee. En als je heel groot gaat afdrukken, als je op A0 gaat afdrukken of A2 of dat soort belachelijke formaten, dan zie je wel echt heel duidelijk verschillen. Maar het is toch zo, kijk, met dit soort foto's is het verschil miniem. Met dit soort klik persoonlijke leuke foto's. Het is een verhaal van de lens. Het is niet de body, het is gewoon pure lens. Ja, het is het verhaal van 1200 euro, Boris. Dat is het verhaal. Ja, je hebt het niet over een meerwaarde in de foto's dat je voor, weet je, wat extra geld hebt. Het is een smak geld. Als die 2000 bij houdt, zie je dan inderdaad, die valt over 800 euro. Ja, maar zo werkt het. Kom op, met het even van hetzelfde gemak gooien jullie ze die voor 2000 euro computers op bouwen. Met rotzooi voor 2000 euro bouw ik twee computers voor je. Defensief, en dat geeft mij, omdat je een beetje begint door te krijgen dat je ongelijk hebt. Oké, ik wil die D90 met die lens. Dat is mijn keuze. En het nee, maar de vraag is, ga je hem kopen? Niet nu, op dit ogenblik. Ik ga hem kopen. Oké, ga jij nog voor die Panasonic Lumix? Nou ja, het ding is dat ik vind hem heel tof, maar ik vind hem wel heel duur. En ik wil liefst ook eigenlijk een G9. Dus ik vind het een beetje jammer dat Boris nu niet die camera kan kopen. Had ik een leuk deals kunnen financieren door zijn G9 over te nemen. Dus dat is jammer. Toen we in Nederland waren, toen bood ik hem je aan, toen waren jullie niet. Ja, voor 300. Dat wilde ik eerst kijken, want jullie was in Japan. Maar ja, nu is hij in Japan, dan is hij er niet. En die G10 komt pas volgende week. Dus G9 opeens omhoog gegaan. Die schijnt nu gewoon 360 te kosten bij mij opeens. Ja, oké, nou, dan ga ik hem dus hier even zoeken. Of dan kopen we die gay dingen wel. Ik vond die ook het vetst hoor. Laten we alsjeblieft afsluiten. Oké, okay, ja. Nog een paar dagen bezig. Ja, dit is wat wij dus de hele dag doen hier in Tokio. Ja. Later jongens, pas op.